Nou, het begint steeds kerstiger te worden, met veel kerstversiering, steeds meer. Maar Sinterklaas is net ook achter de rug. Hebben mensen het gevierd of gaan ze voor kerst? Laten we het gaan vragen. Een actualiteit of probleem, erg bijzonder of heel klein. Hé, waar moet je dan toch zijn? De Heemskerkse markt. Vraag je? Vieren jullie kerst of Sinterklaas? Wij vieren kerst. Ik zeg volop Sinterklaas. Kies ik toch voor beide. Ja, sorry. Ja, allebei. Ja. Kerst dan. Kerst? Ja, ja. Kerst. Dat is wel heel snel antwoord. Ja, ja, Sinterklaas heb ik helemaal niks mee. Geen ja, Sinterklaas. Geen Sinterklaas. Geen Sinterklaas. Nee, nee. Ja, die kleinkinderen wel, dus we doen er wel wat aan. Ja, toch? Ik ben zelfs in het kasteel hier geweest, in Heemskerk, met die kleinkinderen. Prachtig. Ja. Maar voor mij niet. En goede herinneringen aan? Zeker weten. Jong en oud bij elkaar en allemaal lekkere warme chocomel. Ik vind het gewoon, ja, het is een heerlijk feest, Sinterklaasfeest. Nou, klein zijn of groot zijn, altijd leuk. Ja. Kerst, ja, dan is het zo groots. En ik bedoel, ik denk altijd een beetje klein. En als je klein en intiem met elkaar kunt zijn, dat vind ik vaak mooier dan de grote diners en dat soort dingetjes. En één op één contact vind ik het leukste wat er is. Ik ben alleen, dus ik weet nog niet wie van de kinderen zegt, kom maar. Maar alleen zitten, dat zit er niet in. De gezelligheid, samen met de kinderen, dat doet me goed. En natuurlijk de voorpret, hè. Elkaar een beetje helpen, presentjes maken, gedichtjes. Het gaat om iets kleins en daar kun je mensen erg blij mee maken. Tegenwoordig is dat juist het moment dat je ook bijna al je familie ziet. Terwijl de rest van het jaar dat veel minder is. En gaan we ook wat eten en leuke dingen doen met iedereen, met het hele gezin. Buiten guur, binnen lekker, dus dat. Nou, heel veel plezier. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doeg. Doeg. Nou, sommige mensen hebben voorkeur kerst of Sinterklaas en anderen maakt het niets uit. Wat ze in elk geval allemaal gemeen hebben, is dat de gezelligheid het belangrijkste is. Sinterklaas was mooi en een fijne kerst. Doeg!